jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van het SSK-journaal. Gisteren hebben we kunnen zien dat een aantal pieten de boot hebben gemist. Laten we maar gauw verder gaan kijken hoe dat het nu gaat. Mag ik even jullie aandacht? Zoals jullie weten gaat de intocht dit jaar niet door in Kaatsheuvel, waarschijnlijk. Maar Sinterklaas is al vertrokken richting Nederland. Aan ons dus de taak om zo snel mogelijk richting Nederland te gaan, zodat we op 5 december toch nog cadeautjes uit kunnen delen. Maar hoe komen we dan in Nederland? Ja, maar je zegt net dat de boot al vertrokken is. Dat klopt. Ik heb al een planning gemaakt. Eens even zien. Vlogpiet en Agendapiet. Jullie gaan met vliegtuig. Muziekpiet en Bloemenpiet. Jullie zoeken een auto. Kluspiet en Blije Piet. Jullie gaan met de roeiboot. Keukenpiet en Zeurpiet. Jullie gaan met de fiets. En Knusselpiet en Sportpiet. Jullie gaan met mij mee. Wij zoeken wel iets. Dus pak je spullen. Oh jee, als dat maar goed komt. Hopelijk zijn alle pieten wel op tijd in Nederland. Laten we maar gauw bij reporter Mats gaan kijken hoe dat het daar gaat. Nou Wendy, zoals je ziet, ik ben bij het kantoor van de SSK, maar er is helemaal niemand. Ik ga het even achterom proberen. Hallo? Wendy, hier is ook nog niemand, dus... Oh, wacht. Meneer en mevrouw, mag ik u iets vragen? Ik ben op zoek naar de mensen van het SSK van Sinterklaas, maar er is niemand. Weet jullie misschien waar die zijn? Rond deze tijd van het jaar zijn ze meestal druk bezig aan het bouwen van de wagens voor de intocht in Kaatsheuvel. Weet jullie misschien waar dat dan is? Nee, helaas. Dat is een geheime locatie. Er staat wel een telefoonnummer op. Ik denk als u dat belt, dat u iets meer te weten komt. Dat kan ik wel. Dank u wel. Ik ga even bellen. Ja, even bellen. 0065. Oh, de voicemail. Ja, hallo. U spreekt met Mats van het SSK-journaal. Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand van SSK. Kunnen jullie mij misschien even terugbellen? Ja, ik hoor het wel. Dag. Nou, zoals je ziet, Wendy, ik ben al een klein stapje dichterbij, maar ik ben er nog niet. Het is maar hopen dat ze snel terugbellen. Nou, reporter Mats, dat hoop ik ook. Hou je ons op de hoogte? Ja, dankjewel. Ik hoop dat reporter Mats morgen meer nieuws voor ons heeft. We zijn weer aan het einde gekomen van dit SSK-journaal. Ik zie jullie graag morgen weer. Doei!